Dames en heren, en we gaan direct verder met daar bij die molen met de hele bijzondere man. Want ja, ik verspreek me vaker als hem. En dat is niet niks. Ik heb het over Philip Frederiks. Daar bij die molen. Welkom, Philip. Nou, ik weet zeker dat we zinnen gaan krijgen van de Nederlandici dat ik heb gezegd. Wat was het weer? Vaker als hem. Ja, helemaal fout. Is helemaal fout. Helemaal fout. Helemaal goed zo. Maar aanstaande woensdag. Ja. 24e editie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Zeker. 24 jaar al dus. Wat is de kracht van het programma? Ja, mensen vinden het kennelijk prachtig om toch nog eens even hun eigen taalmogelijkheden, spellingmogelijkheden te testen. Kijk, kunnen we het nog? Ja. En ja, nou, ik heb het één keer gedaan en ik heb toen nooit meer getest. Want het was zeer confronterend. Ja, het is elke jaar weer een teleurstelling. Ja, ja. Ook voor mijn vrouw. Die denkt, god, ben ik daarmee getrouwd. Want zij doet het meestal wel goed. Kees van Kooten schrijft de tekst dit jaar. Ja. Wat voor bijzonders heeft Kees er aan toegevoegd? Nou, Kees die heeft eigenlijk maling aan de spelling. Oh. En die wil vooral de taalvervuiling. Pardon. Ja? De taalvervuiling wil die aan de kaak stellen. Zo, ja, daar heb je het al. De taalvervuiling. Ja, we kunnen het samen heel goed begrijpen. Ja. En dus allerlei fouten die voortdurend in allerlei zinnen en teksten sluipen. Ik noem maar wat bijvoorbeeld. Hij weet waar Abraham de mosterd vergeten is. Of zoiets. Ja? Hij weet waar Abraham de mosterd vergeten. Wat is daar fout aan? Nou, dat, nou ja, ik bedoel, de uitdrukking is, hij weet waar Abraham de mosterd kan vinden. Toch? Kan vinden. Vandaan heeft. Ja, vandaan heeft. Nee, dat is hem, God, die Indo's weten het weer beter. Goed. Vandaan. Ja. Hij roept het 100 uit in de ronde. 100 uit in de ronde. Kijk, die begrijp ik wel. Dat is niet goed. Dat is... Nou ja, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Heel vervelend. Maar spelling blijft belangrijk. Ja, spelling blijft belangrijk. Maar Kees die heeft dus een prachtig dicté gemaakt. Ja? Met stikvol fouten. En mensen moeten dus al die fouten opschrijven. En vervolgens moeten ze dus aangeven wat fout is. Oké, dat wordt een bloedbad. Dat weet ik nog niet. Maar dat zal dan wel blijken. Dat zal wel blijken. Ja. Nou ja, in ieder geval, spelling blijft belangrijk. En daarom sturen we Shai ook de vraag op de straat. Met de vraag van, doe iets met spelling. Goedenavond, Shai. Hi Jurgen, ik vraag me af hoe belangrijk het is om goed te kunnen spellen. Ik bedoel, mag iemand bijvoorbeeld worden afgewezen op spelfouten in een sollicitatiebrief? Vind ik wel, ja. En waarom dan? Nou, je moet toch gewoon goed kunnen schrijven, dat vind ik wel, en dat hoort bij je opvoeding. Lastig om te beoordelen, want ik weet dat heel veel mensen Nederlands als tweede taal hebben. Het is het beste wel om goede sollicitatiebrief te hebben, zonder spelfouten. Want dat geeft toch wel een goed beeld van jezelf. Als je een administratieve functie hebt, dan is goede spelling en stijl en grammatica belangrijk. Maar als jij bij de bakker gaat werken of bij de roodtap, dan lijkt het me niet zo van belang. Ik denk dat je bij een sollicitatiebrief er echt alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat je brief gewoon helemaal correct is. En het laat ook wel zien hoeveel moeite je ergens voor doet. Dat ligt eraan hoeveel fouten erin staan. Als het er een paar zijn, vind ik dat niet, nee. Maar als een brief vol met fouten staat... Ik ben leraar geweest, dus... En welke fouten mogen volgens u dan wel? Hij is leraar geweest, maar welke fouten mogen volgens hem dan wel? Zegt hij 1, DT-fouten vindt hij niet erg. En ook hun willen en hun zeggen vindt hij ook niet erg. Hun willen wat of hun zeggen wat vindt hij ook niet erg. Zegt hij 2, verkeerde leestekens. Want als je komma verkeerd maakt, kan de hele context van de zin veranderen. Of zegt hij 3... Alle fouten die te maken hebben met het kofschip. Alle fouten die te maken hebben met het kofschip. Ja. Volgens jou zegde hij dus alle fouten... Zegde hij dat? Dat, okay, ja, dat zegt hij. Ja, okay. Ja. Laten we even kijken wat hij zegt. Ja, lastige vraag. Ja, nou, DT's fouten zo vind ik helemaal niet erg. En hun willen en hun zeggen, die kan me ook niet schelen. Maar die is zo langzamerhand ingeburgerd. Dat is het onderwijs. Ja, het was 1 dus. Het was 1, Ik bedoel, dat is het onderwijs al zo, denk ik. Dan kunnen we ook niet veel verwachten van de leerlingen, toch? Ja, nee. Ja, maar hij is gelukkig gepensioneerd. Dus, je zei net taalvervuiling. Jij stort je ook aan taalvervuiling.
Ja, natuurlijk. Nou, wat vind jij vervelend aan taal? Nou ja, als je inderdaad hele kromme zinnen maakt. En vraag ik me ook nog wel eens, daar heb je ook er weer één, waar ik mij dan aan irriteer. Ja. Dat is dus dat ook helemaal fout. Hè? Waar, dat, ja, dat wat is, mij irriteert. Wat mij irriteert of waar ik me aan erger. Ja, precies. Nou ja, dat zijn typisch van die fouten. Maar dat is al dat Engels in bijvoorbeeld die reclameteksten, weet je. Dan krijg je, ik heb er een paar opgeschreven. Oké, cool. Ja, op de radiospotjes bijvoorbeeld. Nou, van een telefoonfirma. En dat eindigt dan met Power to you, Vodafone. Power to you. Of er is een bedrijf. Kracht aan jou. Of een bedrijf dat maakt software. Dat heeft dan een keurige Nederlandse tekst. Wij maken de beste software van de wereld. Dus ook koop dat dus bij ons. En dan eindigt het met Together free your energies. Maar dat klinkt toch nog sexy dan laat allemaal tegelijkertijd uw energie gaan. Ja, maar het is toch raar. Ik vind het is idioot. Ja, het is waar. Ik het is ook, gewoon voor de Nederlandse markt. Ik zou ook liever mijn wijven dan mijn bitches. Dat is waar. Dat klinkt veel beter. Nou, we gingen de straat op en vroegen de mensen ook wat taalvervuiling was. Kijk maar. Wat verstaat u onder taalvervuiling? Taalvervuiling, ja. Bijvoorbeeld bezittelijke voornaamwoorden. Ze zeggen mijn auto, mijn fiets en niet mijn fiets, mijn auto. Dat soort dingen, dat irriteert ik me wel aan. Ja, verbasteringen. Verkeerde samenvoegingen van bepaalde woorden. Die als een tang op een varken slaan. Taalverveling. Als je echt alleen met scheldwoorden praat. En gewoon als je met de K-woord scheldt. Ja, en dat je die woorden van cadeau en zo met K-A-D-O gaat schrijven. Als je niet kan overbrengen wat je eigenlijk wil zeggen. Daar verkeerde woorden voor gebruikt. Spreekwoorden die niet goed worden gebruikt? Ik zeg niet dat ik ze allemaal zelf weet, hoor. Nou, ik vind het wel jammer als er heel veel sms-taal en dat soort taal ook gewoon in brieven of in geschreven stukken komt. Taalvervuiling, zo. Slang, weet je, straattaal. Ja, straattaal. Wat vertaalt hij onder straattaal? Zegt hij 1. Woorden als doekoe, waggy, kwakkoe-festival. Dan zegt hij 2. Woorden als mieters, keigaaf, tof. Of zegt hij 3, nou, ik heb een zoon van 19 en die praat soms een beetje chill, weet je? Ja, zo lastig hoor. Ik zet toch maar weer in op 3. Ja, hij heeft toch een zoon, hè? Ja. Oké, laat ik kijken wat hij zegt. Slang, weet je, straattaal. Ik heb een zoon van 19, ja, weet je, die praat soms lekker zo chill en dit en dat. En taalvervuiling, ja. Maar. Hij heeft hem echt. Hij heeft hem echt. Nou weet ik toevallig dat jij bent getrouwd met de Française. Ja. Je bent ook het groot gedeelte van de tijd in Frankrijk. Praat jullie thuis nou Frans of Nederlands met elkaar? Wij spreken meestal Frans met elkaar. Frans. Eigenlijk altijd. Altijd? Ja. Maar als je boos wordt, ben je dan niet gerecht om in het Nederlands te zeggen van oh, zo'n chapeau. Nou, hou nou even op, verdomme zeg! Nou, ik heb wel eens inderdaad dat ik dan in het Frans, weet je, dan maak ik een mooie volzin en dan komt er nog een kom nog even erachteraan. Komt nog erachteraan. Mon chéri, je bent godverdomme. Ja. Ik mag het zeggen. Jij niet. Ik ben net Jack Spijkerman, maar ik mag alles zeggen. Maar ik heb het omgekeerd ook wel. Dat is Nederlands spreken en dan zeg plotseling merde. Tegen jou krijgen. Nee, maar wat ik leuk vind, kijk, ook als Franse flirten, dan gebruiken ze een mooie naam, hè. Weet je, mon chéri, weet je. Ze hebben echt van die leuke verkleinwoorden. Terwijl wij Nederlanders, die gebruiken allemaal rare verkleinwoorden als we verliefd zijn, weet je. Poepetje, puffje, scheetje. Het is toch raar? Ja. Nou, in het Frans zeggen ze wel ma puce. Ma puce? Ja, ma puce, dat is een vlooi. Ja, maar liever een vlooi dan een scheetje. Ja, mijn vlooitje. Dan had ik beter, ah, poepie, doe nou niet zo raar. We vinden echt de mensen van je hoor die stinken een beetje. Dus in elk geval, er zijn een aantal nieuwe woorden zijn er gekomen in het nieuwe woordenboek. Woorden als participatiemaatschappij, selfie. Ja. En Shai, die heeft ook een nieuw woord waarmee ze de straat op ging. Wat is sukkelseks? Ik zou zeggen trieste mannen die een vrouw die het veel gedronken heeft proberen te verleiden of iets in die richting. Sukkelseks? Wauw. Ik heb daar echt nog nooit van gehoord, hè. Twee mensen die seks hebben die het allebei niet kunnen. Dat vind ik geen woord om in de dikke vandalen te zetten. Waarom niet? Nou, weet u wat sukkelseks is? Ja? Nou, ik niet. Ik denk dat het seks is in een niet al te vlot lopende relatie. Dat het maar een beetje aansukkelt. Sukkelseks? Nou, dat kan je niet goed wippen volgens mij. Ik weet het niet. Weet jij het? Ik weet het echt niet. Sukkelseks?
Nou, hij weet het niet, maar hij doet toch een poging. En wat is toch als hem sukkelseks? Zegt die één, misschien wat ouder vandaag goed doen, zoals ik. Jij dus? Ja, 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 ja. Nee, ik heb het begrepen. Zegt ja. Die twee, mensen met een laag libido die maar wat aanmodderen. Je kent het, het lukt niet echt, maar je moddert het aan. Ja, hè? Ja. Of zegt hij die, dat moet je maar aan mevrouw Rijman vragen. Wie heeft dat geschreven? Ja, ik zit hem op twee. Gelukkig. Ja, ik zou niet durven. Laten we kijken wat hij zegt. Sukkelseks, ik weet het niet. Misschien wat ouder vandaag doen, zoals ik. Ik weet het echt niet, schat. Ik weet het echt niet. Helaas. Maar ja, je had maar twee fouten. Dat is voor de dicté heel goed meestal. Dus van mij kreeg je die molen. Ik vond het niet meer mee naar Frankrijk. Ik vond het fantastisch dat je was. Dames en heren, woensdag kijken. Groot dicté, Philip Fredericks. Dank je wel. Dank je wel, man. Dank je wel.